una abuelita de Piura. Met Fiesta Verde komt een einde aan het project rond groene voortuintjes in de Herentalse wijk Diependaal. Vorming Plus Kempen en buurtcontactpunt De Klink laten deze gebeurtenis dan ook niet zomaar voorbij gaan. Een hele dag lang kunnen bezoekers genieten van workshops, een planten- en ruilbeurs en een multicultureel hapje. En de groep Los Calieros zorgt voor de animatie. Het is eigenlijk een gemeenschapsvormend project. Hier op de wijk wonen ook wel heel wat andere culturen. En met deze activiteit hebben we die eigenlijk ook proberen te bereiken. Vandaar dat we zorgen voor een wereldkeuken ook, dat de mensen een keer een ander gerecht kunnen proeven. Mensen, ze hebben geproefd dat ze is lekker. Die is niet mijn eerste keer. Ik maak heel veel reis voor mensen, voor feest of zo. En ik vind mezelf ook tof van reis maken. En wat vind je van dat idee hier, van vandaag? Het is heel goed. Onze buur hier is heel vriendelijk. Elk jaar we hebben meer dan 4 keer feest. En ik vind het tof. Uiteindelijk zijn we een half jaar geleden van niks begonnen. Hebben we eigenlijk de contacten gelegd met mensen hier op de wijk van andere origine. En die zijn zo vrij geweest om vandaag te zorgen voor lekker eten. Maar ik hoop dat dat in de toekomst nog meer kan zijn. Ik denk dat we dat moeten herhalen, dat het eigenlijk jaarlijks zou moeten terugkomen. Zodat de mensen dat eigenlijk weten en daar echt naartoe komen. Deze idee is echt waar, is goed voor alle mensen hier. Pier thuis komen, zo, beetje, niet alleen voor planten, voor alles gezien. Misschien lang geleden altijd thuis gebleven, zoiets, maar is een goede idee. De eerste welkom dat mensen maken wanneer ze een woning betreden is eigenlijk de voortuin. En het is eigenlijk de voortuin die een spiegel is van de ziel van de mensen. En als je een mooie voortuin hebt, dan vermoed ik ook dat de gevel daarachter, als je binnenkomt, dat het daar ook mooi is, dat je daar warm onthaald wordt. En dat is eigenlijk onze insteek geweest.